geweest toen. Ja, ik denk net dat Dennis een schoonstroom. Meneer, vergun mij om mijn heuvelbronk in te stellen op jullie charmante dame in ons midden, mevrouw Sirby. Mevrouw Sirby is aanwezigheid in enig huis. Het is een zin in haar huis. En voor verschillende jaren al vereert zij mij in mijn huis met haar tegenwoordigheid. Meneer, ik verzoek je om je glazen te leggen en jullie heuvelbronk samen met mij te genieten. Mevrouw Bertha Sirby. Die mevrouw Sirby. Sy nie daar met sy huishoudster nie. Wat daarvan? Is het waar wat hulle sê dat daar iets tussen hulle is? Weet nuchter. Almal weet natuurlijk hy was ouwe haan op sy daar. Ja, so sê hulle. Ek dacht is vir sy seun wat hy die denee gee. Ja, sy sê het gister huis toe gekom. Nee, sy weet ouwe Berle het die seun nie. Hy het ja, maar hy begrawe hom daar boe in die huidal aanleg. Al die jare wat ek hier werk was hy nog nooit hier in die dorp nie. Precies, meneer Petersen. Dan zou ik kijken wat hier wil deurkomen. Wat zoek je hier in jullie tijd van die aan? Ik moet in die kantoor komen, Petersen. Maar die kantoor heb ik hier geleden al toegemaakt. Ik weet, ja, maar Groberg is nog daar. Laat ik toch maar hier weer ingaan, Petersen. Ik heb het al van tevoren dit gedoen. Ja, goed, maar onthoud je gewoon bij die buitendeur uit. Ons het gasten. Ik weet. Baie dankie, Petersen, mijn goeie vriend. Baie dankie, idioot. En zei een van die klerken? Nee, hij doet niet af en toe kopieerwerk bij die huis als het nodig raakt. Maar hij was een rechte heer op zijn dag, die ou ek dan. Ja, nee, mens kan het nog zien. Die zal ik niet geloven, nie, maar hij was een luitenant. Luitenant? Ja, tot hij nou Werle in die bosbouwerij in is. Hulle twee destijds saam die huidal aanleg gehad. Maar hulle sê, hy het nou Werle eenslag een gruwelijke streep getrek. Maar nou ja, mens moet zeker een beetje respect hè, voor hoe mensen wat op het val gaan. Wat? Hij is aan van krot geraak. Nou, erger, hij het harenpad gekryk. Trokstraf. Ik heb het jou van die gat van die gat voor ons die koffie in die muziekkamer laat bedienen. Ja, goed, mevrouw Sirby. Wat een feestmaal. Voel school moeg. Ja, dat is ongelooflijk wat de mensen 3 uur kan doen als je gerechtig wil. Ja, maar achterna, mijn lieve vriend, achterna. Ik verstaan die koffie en likeur wordt in die muziekkamer. Mooi stikken, dat zou mevrouw Sirby zekerlijk iets doen. Kom ons gaan doen. Ik denk dat ze stikken op Janis. Heb je ook gemerkt, Riggers? Wat? Ons was 13 aan tafel. Werkelijk? Was ons 13? Ja, gewoonlijk soms 12. Ah, hier langs meneer, hier langs. Dank je. Ja, meneer Rozen. Je mis mij niet genooid, nie, Gregers. Wat is dan veronderstel om mij onthaal te wees? Kan ik dan niet mijn enigste en beste vriend nooit nie? Ik denk je vader hou bij daarvan, nie. Normaalweg kom ik nooit hier nie. Ik was zo, maar ik moest jou zin om met jou praten. Ik denk ik ga dadelijk weer weg. Wel, mijn vriend. Ons het ver uit mekaar het gedreven jaren sedert ons samen op school was. He. Toch moet niet nou al ingaan. Nie. Kom, sit eerst een keer. Jij lijkt goed. Ik lijk zeker een beetje meer van een man als destijds. Uiterlijk het jy nie achteruit gegaan. Ja, maar die innerlijke mens, my lieve vriend. Dit is een ander saak, soos jy seker kan dink. Jy het toch gehoor van die skrikkelijke ramp wat ons getref het, sedert ek en jy mekaar laatst gesien het. Hoe gaan dit nou met jou vader? Ik wil liever nie daarover praten. My arme, ongelukkige vader woon op die oomblik by my. Hy het niemand anders in die wereld op wie hy kan steun. Het breek my hart om daarvan te praat. Vertel my liever, hoe gaan dit met jou? Daar boven die aanleg. Mijn leven is eenzaam daar. Ik verkies het zo. Geef mij tijd om oor dingen te denken. Allerhande dingen. Ik is werkelijk dankbaar dat je mij genoeg hebt. Nu weet ik dat je niks meer tegen mij houdt. Wat kon je dat denken dat ik iets tegen je gehou het? Al je hebt de eerste paar jaar na die slag ons getreffen. Maar ik neem je niet kwalijk, nie. Jouw eigen vader is amper in die verschrikkelijke skandaal gesleept. En daarom zou ik een grief tegen jou hou. Wat op aarde kon jou dit laten denken? Je heet Gregus. Ik weet, je vader heeft mezelf gezegd. Mijn vader? Ik zie. Dat was dan die reden ook om ik nooit weer van jou gehoord. Ja.
zelfs niet eens dat jij je fotograaf geworden. Jouw vader heeft gezegd, ik moet liever niks voor jou zien. Misschien was hij recht. Zeg me, jammer, is jij nou helemaal tevreden met je leven? Ja, ik kan niet klaar, nee. Aan het begin was het voor mij baie moeilijk. Dingen was skielik zo helemaal anders. Mijn hele leven, die vernedering, het schande van mijn vader. Ja, ja. Ik kon niet op de universiteit blij, nee. Dat was niet een pity, nee. En tegen dat was schuld, meestal aan je vader. Ik moest een nieuwe begin maken. Je wilt helemaal wegkomen van je oude leven en je oude verbintenissen. Dus je vader heeft mij die raad gegeven. En omdat hij zo bij je gedoen het om mij te helpen. Mijn vader had jou geholpen. Waar anders zou ik je geld vandaan gekregen? Om fotografie te leren, atelier op te zetten en die onderneming te beginnen. Dat kost een klompje weer. Mijn vader had voor alles betaald? Ja, jij niet geweet. Nee. Zoals ik van hem verstaan had, heeft hij jou geschreven en je daarvan verteld. Ja, hij het, maar niet dat het hij was wat geholpen. Nee. Misschien dat hij vergeet. Ons brieven was maar altijd zakenbrieven. Zo, dat was mijn vader, nee. Ja, hij wou niet heen. Iemand moest daarvan weten, maar het was hij. Het was ook hij wat het voor mij moeilijk gemaakt om te trouwen. Misschien weet je ook niks daarvan. Nee. Gemeen, die wij jou maar. Ik kan niet voor jou zeggen hoe gelukkig ik voor alles is, nee. Maar het plan mij ook zo, Bikkie. Misschien heb ik mijn vader te kras geoordeeld over zekere dingen. Blijkbaar heeft hij een goede hart. Lijkt of hij toch een geweten heeft. Geweten? Noem het maar wat je wil. Zeg, dan is je getrouwd, nee. Zeker meer is wat er ooit van mij gezegd zal gaan worden. Ik hoop jou huwelijk is gelukkig. Oh ja, ja, ons is baie gelukkig. Ze is een goede en een bekwame vrouw. Beter is wat enige man verdient. Ze heeft een goede opvoeding gehad. En huwelijk daar ook goed gedaan. Ik en zij is elke dag mekaar zijn gezelschap. Ons een paar gave vrienden met ons gereeld bezoek. Jij zal Gina niet herkennen. Gina? Gina, ja. Zij heeft er ook hier bij jullie in huis gewerkt. Gina Hansen? Gina Hansen, ja. Wat voor ons huis gehouden die jaar toen mijn ma zo ziek? Natuurlijk. Ach, mijn lieve vriend. Ik is zeker dat van je vader voor jou geschreven gezegd is getrouwd. Ja, je hebt maar. Je moet ons vorig. Zeg mij, jammer, hoe het gebeurt dat jij Gina ontmoet het? Oh, het was niks bijzonders, nee. Zij heeft niet bij jou lang hier bij jullie in die huis gebleven. Ik denk dat we zo die elkaar die tijd die jouw ma ziek was. Gina kon het niet uit hun en toen zij weg. Hoe het je hart u weer kent? Ze is bij haar ma gaan blij, die het een klein eetplekje gehad. En, wel, daar was een kamer, wat hulle verhuur het ook. En jij was gelukkig genoeg om die kamer te krijgen? Ja. Om je waarheid te zeggen, dus je vader het mij die gedachte gegeven. Zo heb ik Gina leer ken. En zo is jullie toe verloof? Ja. Zeg mij jammer, die tijd die jullie verloof is, was dat die tijd dat mijn vader... Ik bedoel... Was dit die tijd dat jij daarom begon, denk het, om fotograaf te worden? Ja, dat was. Ik wil graag zo gauw als mogelijk gevestigd raken in mijn eigen huis blijven. Ik en jouw vader gedenk die fotografie is uitstekende gedachte. Gina had ook zo gedenk. Zoals hij gelukkig wil heen, heeft ze even die ondervinding daarvan gehad om portretten met die hand mooier te maken. Alles het is goed uitgewerkt, nee. Ja, heet het niet. Lijkt amper of mijn vader een soort voorzienigheid voor jullie was. Hij heeft zijn oude vriendse zoon. En die dag van zijn nooit niet vergeet. Je vader het een goeie hart. Geen verdere theepraterij, nie, mijn lieve meneer Werle. Je moet niet langer daar binnen blijven. Nie. Die scherplicht is niet goed voor je oor nie. Ja. Ja, ik denk je is recht. Ja. Als daarvan eerst het lust voelt voor een glaasje poos, wil je alsjeblieft weer komen hier naartoe. Oh, mevrouw Sirby, is het waar dat daar een nieuwe reel is dat het niet meer mag gerookt worden? Ja, dat is. Het is verboden om hier een nieuwe reel te doen. En van wanneer geldt die streng bed voor sigaren, mevrouw Sirby? Van ons laatste die niet, meneer. Want zekere mensen wat toe hier tegenwoordig was, het eenvoudig alle perken oorskry. Oeh, en om alle perken te oorskry word, glad niet toegelaten, nie, mijn lieve mevrouw Bertha. Glad en geheel niet? Glad en geheel niet, meneer. Elke zelfde glas boos. Dank je, waarin is jij zo verdiept, ik dan? Dat is maar niet de album, meneer Werle. Foto's, en dat is maar jouw werk, niet waar, niet? Heb jij niet een paar van jou samengebracht? Ongelukkig niet.
Kom meneer, nog een drankje. Patterson, kom voor die glazen. Gregers, kom drink samen met mij. Die ook, kijk daar. Excuus meneer, maar ik kan niet uit. Je alweer binnen toegesluit. Ja, en Vlakstad is weg, meneer Sluttels. Nou, doe maar, kom maar hier deur. Maar is nog iemand anders? Goed, doe maar, kom. Verschoon mij. Excuus, verkeerde pad gevat, die deur was gesluit. Verschoon mij. Jammer, is dit dan niet... Wie was dit? Niemand nie, net die boekhouwer en een ander man. Ken jy die man, ek daar? O, ek weet nie, ek nie opgeleid nie. Petersen gaan uit en geef hom iets buiten. Iets goed. Dit was te sy, nie? Ja. Jy staan daar en sê, jy ken hom, hoe kon ek? Jy eie vader is... As jy in my plek was, so jy... Ek moet gaan, Gregers. Is een man een van die noodlotse vrede houwe gekryd. Sê asblief groet of jou vader. Ek sal gaan jy recht uit huis. Ja, kom. Ek het vroeg, ek kom later een rukkie hoor. Nee, moenie, nie na my huis toe nie. My huis is een bescheiden plek. Vooral na so'n luisterrijke diner soos hierdie. Ons kan mekaar later op die dorp ontmoet. Is jy op pad, meneer? Ja. Sê groete vir Gina. En sê vraag, ek kom een van die dae vraag kuier. Nee, dankie. Ja. Moenie saamkom, nie Gregers. Ek glip sommer uit sonder het hulle my sien. Heb jy die ouwe man iets gegeven, Petersen? Een portel brandewijn. Kon jy nie aan iets beter gedink? Maar ek kom my voor. Nee, mevrouw Sol. Brandewijn is die beste ding van die vier. Mevrouw Selby, gaan ons twee nie iets saam op die klavier speel nie? Ja, bravo. Ja, maar goed. Kom saam. Kom saam. Stam gerust voor. Dan vader asseblief een oomblik achter my. Wat is dit? Ek wil graag met u praat. Kan dit nie wacht tot ons alleen is? Nee, dit kan nie wacht nie. Ons is dalk nooit weer alleen nie. Wat betekent dit? Hoe kon u daar die familie so te gronde laat gaan het? Ek veronderstel, jy praat van die Ekdals. Ja, ek praat van die Ekdals. Luitenant Ekdal was vroeger die beste vriend. Ja. Daarvan is ek pijnlijk bewus. My al jare daaronder. Dit is aan hom te danken dat my goeie naam en reputatie aangetast is. En was hy werkelijk die enigste skuldige? Op wie anders kan jy dink? Oh, julle was toe immer saam in daar die groot transaksie gewees. Ja, maar dit was Ekdal wat die gebied opgemeet het. En verkeerd opgemeet het. Dit is sy skuld dat ons ontbiddig staatsbom afgekap het. Hy was verantwoordelik vir die hele spulletjie daarbo. Ek het glad die gebied waarmee hy bezig was nie. Dit lyk of luitenant Ekdal ook nie geweet het waarmee hy bezig was nie. Ja, dit mag so wees. Maar die feit bly staan, hy is skuldig bevind en ek is ontslaan. Ja, ek weet. Daar was geen bewys nie. Ontslag is ontslag. Waarom grawe jy ou koeie uit die sloot? Is dit die soort ding waar die gedierige haar boos sit en broei? Jy verseker, Gregers, hierdie dorp is daai stories al lank al vergeet. En wat van die arme Ekdals? Precies wat wou jy en moes ek vir hulle doen? Ten die tyd toe hy uitgekom het, was Ekdal al klaar gebreek. Niemand kon hom meer help nie. Daar is mense in die wereld wat na die bodem toe duik, sodra hulle gekwes word, nooit weer opkom nie. Ek kan my woord daarvoor nie, Brekers. Ek het alles gedoen wat ek kon, sonder om achterdog en skinderpraatjies in die gang te sit. Achterdog? Dat kan ek begryp. Ek het wel by die kantoor gesê om vir Ekdal kopieerwerk te gee. En ek betaal hom baie meer daarvoor as wat hy werd is. Dit betwyfel ek nie. Denk jy, miskien ek lieg? Ek kan verseker, dit is so. Al word dit nie my boeken aangeteken nie. Daar die soort uitgawes word nie opgeskryf nie. Ja nie, daar is sekere soort uitgawes wat een mens liever nie moet opskryf nie. Wat bedoel jy daar nie? Het jy boek gehou van hoeveel het gekost het om Jelmar Ekdal fotografie te laat leer? Ek? Hoekom sou ek? Ek weet dat het jy was wat daarvoor betaal het. En boonop weet ek ook dat het jy was wat het vermoedelijk gemaakt het om met sy onderneming te begin. En dan sê jy nog, ek doe niks voor die Ekdals nie. Daar die mens het my hele klomp geld gekost. Het jy boek gehou van die onkostes? Om vraag dit. Ek het my redes. Sê my, die tyd dat jy so skielike liefde ontwikkel het vir die ou vriend se seun, was dit nie juist die tyd toe hy met my juffrou Hansen getroud is nie? Ja. Maar jy het nooit geskryf dat die my juffrou Hansen juist Gina Hansen was wat voorheen vir ons gewerk het nie? Wel, nee, ek het die gedink jy was so verskrikkelijk geïnteresseerd in ons gewese huishoudster. O, ek was nie.
Maar daar was iemand anders in die huis wat baie geïnteresseerd in haar was. Wat bedoel je daarmee? Ik bedoel zeker niet ja, dat... Ja, ik bedoel dat! Hoe durf jij? Keer die vermiddelheid om. Hoe kan hij? Naar die ondankbare hond, hij wordt graag goed. Durf hij zoiets, ingenieur? Jan maar het niet woord gezien. Jij geloof niet, die vaagste vermoeden niet. Waar kom je daaraan? Wie sê zo? Mijn arme, ongelukkige moeder het dat gezien. Die laatste keer toen ik haar gezien het. Ja, ja, jouw moeder. Dat kon ik gedank het. Sê wat jou van het begin af tegen mij opgestik het. O nee. Dat was alles wat zij moest verdragen. Dat zij uiteindelijk gebroken was. Dit meneer gaat het bedraas bij alle mensen. Als je een ziekelijke en hysterische soort mens is, raakt alles goed te veel voor jou. Luister, heer Krekers. Ik denk op jouw ouderdom word je bezig te houden met nuttige dingen. Eerder zo'n jaar in een jaar uit daar waar die aanlegde zit in broei. Wat krijg je in elk geval daaruit om een gewone klerkswerk te doen? Terwijl er om een oulap meer die gewone salaris te verdienen is. Het is ondoos. Wat is dit wat u wil hebben? Ik wacht al die hele dag om u te vinden. Ik wil voorstellen dat jij mij vernoot wordt in die maatschappij. Ik? In die maatschappij als vernoot? Ja. Dit hoef je om te betekenen dat ons heel dag bij elkaar is. Jij kan hier op die dorp oornemen en ik zal optrek naar die aanleg toe. Ik kan niet meer zo hard werken. Nee. Mijn oog oppas. Het ontzettend last van mijn oog. Het was maar altijd zo? Ja, maar niet zo erg als nou niet. Een ding. Omstandigheden maken het al wenselijk dat ik daarvoor ga blijven. Voor een ruk in elk geval. Daarvan zou ik nooit kon dromen. Gregers, dit is waar dat ik en jij over die meeste dingen verschil. Maar ons blijft vader en zoon. Dit lijkt mij toch een spoor daarom tot een of ander verstandhouding te kan komen. Ik veronderstel, ik bedoel... Voor die schijn. Ja, ja, het zou ook al iets wees. Oorweeg de triggers. Daar schuil iets hierachter. Wat bedoel je? Daar moet een manier wees waarop je mij wil gebruiken. Ik wil net graag een rukkie langer hier bij mij. Ik is een eenzame man, triggers. Mijn hele leven lang is ik al eenzaam. En het is erger, nou dat ik ouder word. Moet iemand na bij mij. U hebt mevrouw Sarby? Ja, ik heb. En om die waarheid te zeggen, zij is mij onmisbaar. Zij is intelligent. Zij maakt die huis gelukkig. Dit had ik nodig. Precies. Dan heeft hij ons reeds wat u wil hebben. Ja, maar ik is bevreesd, het kan niet langer zo aangaan. Het plaatst haar in een slechte positie in die oog van de wereld. En het is niet rechtvaardig dat ik mijn haar verwacht om uit achting van mij die geskinner en rugsteker uit te kunnen dragen. Zeg mij, is u van plan om met haar te trouwen? Wat daarvan als ik is? Dat is wat ik ook vraag. Wat daarvan? Zou jij enige bezwaren? Hoegenaamd niet. Ik heb net gewonder of jij niet, misschien uit respect voor die nagedachtenis van jouw eerlede moeder... Ik is niet neurotisch niet. Dit is een groot gewicht van mijn schouders. Ik is blij, ik kan op uw ondersteuning staat maken. Nou begrijp ik op wat een manier u van mij gebruik wil maken. Gebruik maken? Is dit hoe jij dit stelt? Dit is dan hoekom ik ten alle kosten dorp moet komen terwille van mevrouw Sarby. Tableau met vader en zoon. Natuurlijk zal niemand dan meer een woord fluister oor die ellende en lijden van die arme gestorven vrouw. Ik denk niet, daar is nog iemand wat jij zo haat, zoals van mij. Ik had die van ten nabij gezien. Je hebt mij met je moeders ogen gezien. Onthou net, haar blik was dikwijls vertroebel. Ik weet wat u bedoel. En wie was verantwoordelijk daarvoor? Het was u. U en al daar die vrouwmensen. En die laatste was die vrouwmens wat u aan jou maar ik dan afgesmeerd. Wat verwoord. Alsof ik naar je moeder zelf luister. Daar zit jou. Met zijn opkinderlijke gemoed in het middel van al die bedrog. Onder diezelfde dak samen met zijn vrouw zoals Dari. En hij beseft niet dat dit wat hij zijn huis noemt op een leuen gebouw is niet. Als ik terugkijk over alles wat ik gedoen heb, dan is het alsof ik over een slagveld kijk. Die kloof tussen ons
minste tyd kry. Ek het tot dieselfde gevolgtrekking gekom. Dis sal ek maar my hoed neem en loop. Loop. Uit hierdie huis uit. Ja. Uiteindelik het ek 'n doel gekry waarvoor ek kan lewe. En wat is die doel? Jy sal maar net lag as jy dit hoor. Die eensame man lag nie so maklik nie, Dreyers. Kyk, daar speel u vriende blinde mol met mevrou Serbi. Goeienacht. Arme kerel. En dan sê hy, hy is nie neuroties nie. Hedwig? Hedwig? Ja, mama? Jy moet nou ophou lees, my kind. Ach, mama, kan ek jy nog net een rukkie lees? Net een rukkie? Nee, sit nou weg die boek. Weet papa hou nie daarvan dat jy nie aand lees nie. Kan jy onthou hoeveel ons vandag vir die botter betaal het? Was 1 en 8. Dis reg. Dis verskriklik hoeveel botter aan hierdie huis gebruik word. Al die ander goed. Ons vandag weer ontsettend duur betaal. Maar mama, daarom nie nodig gehad om vanavond vir ons 'n warm ete te maak, omdat papa vanmiddag uitgegaan het. Ja, dis al 1 geluk. En ek het daarom 8 en 6 vir die foto's gekry. Was dit so baie? Op die kop 8 en 6. Lekker om te dink papa sit byde nie by ou meneer Werle se huis nie. Is meneer Werle se seun wat vir papa genooi het. Ons het niks met ou meneer Werle te doen nie. Mes papa was al terug. Hy het gesê hy sal vir my iets lekkers by mevrou Silby vra. Ja, jy kan seker wees as allerhande heerlike dinge in daai huis. Ek is nogal honger ook. Oupa! Oupa is laat. Ja, hulle het die kantoor van buite gesluit. Ek moes ook Robberg se kantoor wag en toe die huis loop. Het oupa nog werk gekry? Ja, kyk net hoe baie. Ja, dis goed. Wat het oupa daar in oupa se sak? Dis niks. Gina, kyk net hoe baie werk het ek gekry. Wonderlik. Hy wag. Ek gaan eers kyk. Hulle het almal aan die slaap geraak. Sy het vanself in die mandjie ingegaan. Oupa, seker is dit te koud in die mandjie nie. Koud? En al daarin strooi? Nog nooit. Nou ja. Ek gaan eers gou my vloekies haal. Het is goed dat mama dat oupa al hy werk gekry. Ja, voel toch arme oupa. Nou is er alweer bykie zak geld. Ja. Mama, hulle eet nog altyd. Is moontlik. Net al die kos wat papa moet eet. Hy sal seker lekker voel as hy huis toe kom. Ja, as ons nie vir hom kos sê, ons die kamer vir huur gekry. Ons het toch nie vanaand nodig om daaraan te dink nie, mama. Hy sê daarom so bly gewees het. Ja, hy sê. Waar gaan oupa heen met daai water? Ek het nodig vir iets. Ek moet skryf aan nie. Die ink is so dik, so stroop. Oupa moet eers eet. Daar is kos op die kombuistafel. Ek het nie tyd vir eet nie, ek sê mos vir jou, ek is besig. En ek wil niemand in my kamer hê nie hoor, niemand nie. Vader, denk jy dat hy geld gekry? Seker by Groberg? Nee, Groberg stuur al die geld vir my. En iemand om seker 'n bottel op skuld gegee? Foei toch arme oupa, wie sou hom nou met skuld vertrou? Ja, allemaal was al op pad. Zo vroeg. Je moet onthouden, dit was het diner. Was daar baie mense, papa? Ah, niet veel, nie. Ons was omtrent 12 of 14 aan tafel. Nee, daarom het hulle allemaal kon gesels. Een bykie, ja. Maar Gregers het my meeste van die tyd bezig hou. Is die ouwe man al thuis? Opa sit in sy kamer en skryf. Het hy iets gesê? Nee,
Nee, waarom? Ik verbeel mij, hij het gesê, we samen met Grober. Ik ga gewoon genoom toe. Nee, nee, is die moeite waard niet. Waarom niet? Het gesê, hij wil niemand in zijn kamer hebben aan nie. Opa had iets in zijn zak gehad en hij gaan water tap in die kombuis. Oh, ik zie. Ach, nou, dat staat er maar. Dat we die leeuwheid halen, we die daaruit kan krijgen. Ah, Hjalmar, jy is terug. Toch ook hoor jou praat. Ik het nou net ingekomen. Zeg maar, jy het my nie dat daar gesien, heer. Nee, maar, hulle het gesê, pa, was daar, toe denk ik, ek kom maar achterna. Oh. Wie was al die mensen, hè? Oh, een hele klomp. Allemaal van die hof. Oh. Al wat hulle doen, dag in en dag uit, is om van een huis naar die volgende te loop en te eet en te drink. Jy het wel nie vir hulle gesê nie, het, he? Oh, ek het een paar dingen gesê. Al was hulle mensen van die hof? Dit het hulle nie beskerm nie. Later het ons ook een argument oor Tokaiwijn gehad. Ah, Tokaiwijn. Dat is een edelwijn. Ja, het kan wees. Maar al die jaren is niet even goed nie. Het hang af hoeveel zonlicht die druiven gehad het. Ah. Ja, maar jij weet ook absoluut alles. En dit is waar hulle wou gesels. Hulle het probeer. Maar hulle is ingelig dat het maar net diezelfde met mensen aan die hof is ook. Hulle verskil ook maar van jaar tot jaar. Die dingen waar jy dan denk. Dit het hulle zeker goed op hulle neus laat kijken. Oh, alles het doet vriendschappelijk gebeur. Hulle is aangename, oordentelijke mensen. Waarom zal ik nou hulle gevoelens seer maak? Ja, maar ik denk toch dus een goede ding. Jy het recht in hulle gezicht gesê. Ja. Snaaks om papa na aanpak te zien. Papa lijkt mooi daarin. Ja, en hy sit asof hy vir my gemaakt is. Maar bring my liever my eie baantje. Onthoud het ons die aanpak. Morgen vroeg vir Mol weer terugstuur, Gina. Ja, ik zal. Ja, ach ja, ik voel gemakkelijker in mijn eigen baaikie. Zulke lichte kleren past beter bij mijn persoonlijkheid. Papa? Waar is dit? Papa weet goed waar het is. Nee, hoe zal ik nu weer? Kom nou, papa moet maar niet langer tellen. Wat is dit? Kom nou, papa, geef het voor mij. Papa weet moest al lekker goed wat papa voor mij beloofd het. O, genade. Ik het vergeet. Hou nou op om met mij te spelen, papa. Waar papa het weggesteek? Wacht, ik heb toch iets weer. Het is niet een stuk papier. Het is die spijskaart. Papa, niks anders. Ja, maar ik was nog eens zeker vergeet. Maar die spijskaart is beter. Er is enig iets anders. Gaan zit hier daar bij die tafel en dan lees je de deur. En later zal ik je vertellen precies hoe elke gerecht smaakt. Lieve vader, het is ongelooflijk hoeveel dingen die broodwinner van een gezin moet onthouden. En als hij één enkele klein oud dingetje vergeet, dan krijg je zuur gezicht. Wel, hij is raak zeker daarin ook gewond. Heb je vanavond de zolderkamer gaan kijken? Ja, en ze heeft zelf die mandje gevat. Rechtig? Ja, daar raak ze me nu man. Ik had jou moest gezegd. Maar daar is nog een klompje verbeteringen wat ons moet aanbrengen. Oh ja, ja, ons moet zomaar nou daarover praten. Ja, maar ik wil dit eerst gewoon mijn pijp gaan stoppen. Ik moet hem nog schoonmaken ook. Pijp schoonmaak, zei. Ach, laat staan nou maar die arme ou man. Maar ons moet morgen met haar die zolderkamer klaarmaken. Dat gaan niet morgen tijd wees nie, Hjalmar. Ja, mama, dat zal. Die portret heb het nou nog niet klaar en die mensen het weer afvoerkom vrou. Je enige nieuwe bestellings gekregen? Nee, er zijn nou twee mensen wat morgen aankom. En ik veronderstel dat ook niemand naar die kamer kom kijken. Nee. Dat is ook maar verwacht. Morgen zal ik maar weer met inspring in werk. Kan ik voor papa een bottel bier brengen? Nee, 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 beslis niet. Ik heb niks nodig. Bier? Je gezegd bier? Ja, papa, heerlijke koude bier. Oh, breng het maar. Breng voor je pa bier. Papa. Ik is jammer. Jullie moet onthouden. Als ik soms onredelijk raak, ik is een man met baie zorgen. Jullie weten dat ik jullie lief heb. Ik heb jullie baie, baie lief. Ons het papa allemaal baie lief. Het maakt die zaak, ons is dak laag en ons huis arm is niet, Gina. Het is ons huis. En dit moet ik zien. Dit is goed om hier te wees. Laat staan maar die bier, Hedwig. Vanavond heb ik niet bier nodig. Ik zal gewoon kijken wie dit is. Is dat meneer Ekdal's huis? Ja, dit is. Kriegers, jy het toch gekomen. Kom binnen, man, kom binnen. Ik heb ons gezegd, ik zal komen. Het jy jou gasten verlaat? Ja, mijn gasten en mijn vaderse huis. Mevrouw Ekdal, ik weet niet of u mij herkent niet. Het is niet moeilijk om u te herkennen, meneer Werle. Nee,
Ek is soos my moeder en ek is seker jy onthou haar. Het jy gesê jy het die huis verlaat? Ja, ek het by jou hotel ingetrek. O, ek sien. Maar trek uit jou jas. Dankie. En sit. Dankie. Daar op die bank. Maak jou thuis. So, dit is dan waar jy werk. Dit is die atelier soos jy kan sien. Ja, is baie meer ruimte hier, ons leef maar meestal hier. Ons het vroeger beter plek gehad, maar die een het een groot voordeel. Daar is sulke gerieflike buitenkamers. En aan die andere kant van die gang het ons daar een kamer op wat ons kan verhuur. Ach so, dan is die ook logeerders. Nee, nee, nog nie. Waar is daar die bier, my kind? Ja, papa. Is dat jou dochter? Ja, ja, dis Hedwig. Is sy die enigste kind? Die enigste, ja. Sy is die groot vreugde in ons leven. En ons grootste verdrietkregers. Wat bedoel jy? Sy loop gevaar om heeltemal blind te word. Blind? Ja, nog nie die eerste tekens is daar. Het kan nog heel erg duur, maar die dokter het ons gewaarsku. Het gaan gebeur. Ja, maar dat is verskrikkelijk. Wat is die oorzaak daarvan? Het is blijkbaar oererflik. Wat? My skoonmoeder het ook sulke swak oog gehad. Ja, my pa sê so. Ek self kan haar natuurlijk nie onthou nie. Arme kind. En wat voel sy daaroor? Nee, ons het nog nie die moed gehad om haar te sê nie. Sy vermoed niks. Sy is so vrolijk en op. Ach, is my hart verskeer van die krekers. Dankie, my kind. Baie dankie. Sy lyk baie na haar ma. Hoe oud is sy, mevrou Ekdal? Hedwig is nou net mooi 16. Sy verjaar oor môre. Dan is sy groot vir haar ouderdom. Ja, sy het die laaste jaar vinnig gegroei. Ja nee, as mens sien hoe groot jong mense word, dan besef jy hoe oud jy self geword het. Hoe lank is hy getroud, mevrou Ekdal? 17 jaar. Die jare moes ek sê wat vir jou lank gewees het daarbo by die aanleg, Gregers. Terwyl ek daar was, was hulle. Maar as ek terugkyk, dan voel dit nie so nie. Jelma. Ek is nou gereed om met jou te praat oor daardie besigheid. Wat was het nou weer? Ons het een besoeker, pa. Gregers Werle. Onthou pa hom nog? Werle, die seun. Wat soek hy? Nee, niks, hy het vir my kom kuier. O, ek dacht daar is dalk iewers fout. Nee, niks. Ek is nie bang nie, maar... Ek bring vir die groete van die ou jagveld, luitenant Ekdal. Jagveld? Nee, die wêreld daar rondom die Heidal aanleg. O, ja, 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 daarbo. Ja, ek was eens op 'n tyd baie goed bekend daar. Jy was aan daardie dae 'n beroemde jagter gewees. Ja, dis nie al te moet nie. Ek sien jy, kyk na my militaire pet. Wel, ek vraag niemand sy toestemming om het hier in die huis te dra nie, solank ek dit net nie op straat op het nie. Sit, pa, drink een bykie bier. Dankie. Gregers. Dankie, Jelmer. Sê wel, luitenant, ek al onthou jy nog hoe ek en Jelmer vir jy kom kuier het in die somermaande en in Kersfees. Het julle? Ja. Nee, ek onthou dit nie. Maar ek kan jou verseker, ek was een uitstekende jachter. Ek het beere ook geskiet. 9 van hulle al te saam. Jag, seker nou nooit meer nie. Nee, nie daar die soort wild nie. Ja, nee, wild daarbo lyk seker nou mooi nou. Nie so mooi soos in die tyd nie. Baie van die bome is al afgekap. Afgekap? Ja. Dit is 'n gevaarlike ding om te doen. Dit beteken moeilikheid. Jy sien, die wild het 'n manier om wraak te neem. Het dit verbaas my, luitenant. Ek dink dat 'n man soos u wat so lief is vir die buitelug hier in die middel van die stad tussen 4 mure kan woon. Dit is nie so sleg nie. Nee, dit is glad nie so sleg. Ja, die dinge wat deel van die lewe geword het, deel van die siel, die koel bries, die vrye lewe van berg en woud, met diere, voels. Jelmer, sal ons vir hom wys, hè? Ag, nie vanaand nie, pa. Wat wil hy vir my wys? Dis sommer ek kan later kyk. Jelmer, ek sê hy moet dit nou sien. Maar dit is donker, pa. Onsin. Die maan skyn helder daarbo. Ek sê jy moet kom kyk. Kom help my met die deur. Ja, toe, papa. Nou, toe dan. Wat is het? Moet niks buitengewoon verwag. Kom hier na toe. My pa hou meestal hier besig. Jou pluim vir jou aan, luitenant ek dan. Ek so dink. Jy behoort hulle eindelijk in die dag te sien. En daar is daar ook die... Nog niks sê. Ek sien die duive ook. Natuurlijk het ons duive. Hulle neste is daar boot tussen die balke. Jy sien, hulle hou daarvan om hoog te slaap. En sien jy daar die kas daar? Wat is dit? Dis waar die haas slaap. Hou jy ook haas aan? Natuurlijk het ons haas.
Vertel maar, hy vra of ons haas aan hem. Maar nou kom die eindelijke ding. Sien jy daar die mandjie met die strooi? Ja, sien ons het een voorlid. Een voorlid. Wel, is dit nie een eend? Natuurlijk is dit een eend. Ja, wat is een soort eend? Is nie een gewone eend? Ja, wat is een soort eend is het? Dis een wille eend. Werkelijk, een wille eend? Ja, my lieve vriend. Die voel, soos jy dit noem, is een wille eend. Ons wille eend. My wille eend, want sy behoort aan my. Maar is hy gelukkig hier, kan hy hier nie sonder bly? Natuurlijk, sy het selfs een bad water waar hy kan rondplas. Kom nou in en maak tree deur, die vertrek word ijskoud. Ja, kom, laat ons toemaak. Ons bedoel nie plaas, hulle wil slaap nie. Ja. Merkwaardige gevoels, wille eende. Een ander dag kan jy haar goed bekijk. Sit nou weer, Gregers. Hoe het jy dit recht gekry om die wille eend te vang, luitenant Hector? Oh, ek het haar nie self gevang, nie. Nee, dis aan een sekere heer hier op die dorp het om haar te danken het. Die heer, dit was nie dat my vader nie, was het? Ja, dis reg. Ja, jou vader is die man. Hoe jy dit geraai, Gregers? Oh, jy het my gesê hoeveel jy aan my vader te danken het. Maar ons het nie die wille eend by meneer Werle self gekry nie. Ja, dis nie te min na ook aan Werle dat ons haar te danken het, Gina. Jy sien, hy was in een boot nie toe haar geskiet het. Met die dat hy nou nie so goed kon sien nie, het hy haar net gekwes. Sy is in haar vlerk geskiet en toe kon sy nie vlieg nie. En toe duik sy af na die bodem. Doen het altyd, wille eende, altyd. Duik af so diep as hulle kan. Byt daar onder aan die gras en die wortels en die gemors daar vast en kom nooit weer op. Sien. Maar u wille eend het weer opgekom, luitenant Hector. Jy sien, jou vader het so slim hond gehad. En die hond het achter haar aangeduik en haar weer teruggebring. En so kry jylle haar toe. Ja, hy het haar eerst na jou pa's huis toegeneem, maar sy was hy baie gelukkig daarmee. Toe kry Petersen opdracht om haar dood te maak. Petersen, onnozele idioot. En toe gee Petersen af my pa. Sy is baie gelukkig daar in die zolderkamer. Sy is al so lang daar dat sy natuurlijke wille leven vergeet het. Ja nie, solang sy net nooit weer die lucht, die see en die veld sien nie. Ek moet loop. Jou vader is vak. Wat dit maak die saak nie. Terloops, jy het een kamer te huur. Ja, hoekom? Ken jy iemand? Kan ek die kamer kry? Jy? Wat? U meneer Werle? Kan ek die kamer kry? Ek sal graag morgenoggend wil in. Met die grootste plezier. Dink nie dat dit die soort kamer vir u is nie. Hoe kan jy so iets sê, Gina? Wel, die plek is baie beknop en daar kom nie gezondig in. Het maak nie saak nie, mevrou Ektal. Ach, ek dink die kamer is heeltemal gerieflik en is ook glad nie sleg en meubeleer. Maar wat van die ander twee waar daar onder bly? Wat er twee? Die een was een theologische student. En meneer Molwik, een man met een BA. En dan is daar nog een dokter Rilling ook. Dokter Rilling? Ek ken hom, hy het nie heidal gepraktiseer. Hulle is een baie luidruchtige paar, hulle drink baie en dan kom hulle later. Een mens raak gewoond daaraan, mevrouw Ekdal. Ek hoop ek sal soos die wille eend wees. Misschien is het toch beter as die eerst daar oor nadink. Jy is baie onwillig om my in die huis te hee, mevrouw Ekdal. Lieve jy moet nie, wat laat jy te dink? Ek moet sê, ek het al self begin, dink Gina. Maar sê my eers, is jy van plan om een ruk op die dorp te bly? Ja, nou is ek van plan om te bly. Maar nie in jou vaderse huis nie. Wat gaan jy dan doen? Wens ek het geweet. As mens vervloek is met naam soos myne, Gregers Werle. Het jy al ooit iets so verskrikkelijk gehoor? As jy nie Gregers Werle was, wat sê jy dan graag voor wees? As ek kon kies, dan sou ek die graagste een slim hond wil wees. Een hond? Ja, buitengewoon slim hond, die soort wat afduik na die bodem toe achter wille eende aan. Want hulle vastbuit aan die wortels en grasies onder in die mot. Ek is bevrees, ek verstaan nie woord van wat jy sê. Dis glad nie so'n groot mysterie nie. Dan trek ek morgenochtend in. Moe nie moeite doen nie, mevrouw Ekdal. Ek sal self regkom. Dankie, Jelmer. Dan gesels ons morgen verder. Seker. Tot ziens, mevrouw Ekdal. Tot ziens. Tot ziens, Hedwig. Wacht, ik stap staan. Dankie. Is het nie een aardige ding om te sê nie? Dat hy graag een hond wil wees. Seker het iets anders bedoel as wat hy gesê het, mama. Wat kon hy bedoel het? Weet nie, maar het was die ene tyd asof hy iets anders bedoel as wat hy sê. Denk jy so? Is beslis baie eenaardig. Sien jy, Gina? Een mens moet net kop hou. Wat bedoel jy kop hou? Wat ons in die kamer vir huur gekry nie, en dit nogal een goeie ou vriend soos Gregers. Ek weet nie of dit so'n goeie gedachte is nie. Jy weet, ek verstaan jou nie.
Jy wou die kamer nog altijd zo graag verhuur en nou hou jy nie daarvan. Ek sou beter gevoel het as dit iemand anders was. Wat dink jy sy ou meneer Werle daarvan sê? Ou meneer Werle, dit is niks om dom te doen nie. Net nou dink er is jou skuld dat sy seun in die huis het is. Nou laat hom dit dink. Ek is baie onverskillig, ek besef dit, maar hy is nie my baas nie. Wat is oupa die bietjie werk verloor wat hy by Groberg? Laat hom dan. Is genoeg van een vernedering voor een man soos ek om sy vader op sy laaste bene te sien swoeg. Maar ek dink, ons kan beter tye te wachten wees. So seker as ek het doel in die lewe het, ek sal dit deurvoer. Ja, papa, doen het. Papa wakker maak. Ek sal dit deurvoer, sê ek, die dag sal kom dat... En daarom is het een goeie ding dat ons die kamer verhuur het. En het maak my meer onafhankelijk. En een man moet onafhankelijk wees, sê je taak in die lewe. Leun maar op jou Jelmer. Hy het breë skouers, sterk skouers. Eendag sal jy wakker word. Glo jy dit nie, Gina? Ja, ek glo dit. Laat ons hom eers in sy bed kry. Oh, ja, nou kom. Versigtig. Is vroeg terug, Gina. Ja, dat is baie werk. Is hier bij Griegense kamer? Ja. En wat een gemors. Hij wil ons konstans alles voor homself doen. Hij is skaars ingetrap of hij moet die vuur aansteek. Hmm? Maar die demper toegemaak en dus die hele plek vol rook. Die stank was iets verschrikkelijks. Goeie genade. Dat is nog niks. Toe probeer hij die vuur doodkry en smijt sy wasbeker vol water in die stoof. Nou is die hele vloer een nat gemors. Ja, dat is een gemors. Sal nie weer voor vanmiddag dalk ingaan nie. Waar is hy nou? Hy het sy gaan uit. Hy sê het hom vanmiddag het te genooi. Ja, Relling en Molwe kom ook. Dus daar die twee ook nog hier heen. Ach, een of twee meer maak seker nie veel saak nie. Ons kan maar seker hier tafel dek. Ja, daar is geen bestellings vir die atelier nie. Het jy jou pa nie uitgaan nie? Ons sitte weer die hele middag in Ma Eriksen se nare café. Solank ek die kos reg maak, kan jy werk. Nou, maar ek werk moes nou. Werk so hard ek kan. Sy ran van jou hande af. Jelmer, is jy bezig? Ja, ek sit te swoeg aan hierdie portrette. Ja. Wat maak pa? Nou, jy het gister gesê, morgen sal ons al die solarkamer werk. Vandag is moes morgen. Ek dog pa skryf. Ach, Groberg kan wag. Ons gaan kwestie van lewe en dood nie. Is waar. Wil pa aangaan met die werk? Moet ik voor pa opsluiten? Ja, dat is niet een slecht gedachte. Dan is het zo voor ons handen af. Precies, precies. Jelmer, vandaag is ons morgen. Hè? Ja, dat is morgen. Daar zit pa. Dank je, Jelmer. Nou kom jij mij dan niet helpen, hè? Nee, ik ben daar die vervloekte portretten gedaan, man. Wat gaan jullie doen? Ons wil die loopplank van die mandjie af naar die watertrog toe bouw. Ja, maar pa kan het nie alleen doen, he. Maar daarvoor is jy moes hier. Jy kan met mys helpen. Nie daar die goed klaarmaak, ek kan nie. Laat ek die portrette klaarmaak, papa, ek kan. Ons en jy verinneweer net jou oor. Ek sal nie, papa, toe geef maar die kwas. Nou goed dan, het sal nie die minuut of twee wees. Wat is skade van dit dan doen? Maar jy moet nie jou oor oor eis nie, hoor jy? Jy aanvaard self die verantwoordelikheid, verstaan jy? Natuurlijk, papa. Pa, waar is die lekker breed plank? Daar achter. Weet u, gaan nou maar allemaal die portrette. Oh, hier zo. Misschien is ze hier. Ja, we mogen hier ja. Kom binnen. Dank je. Klink op haar werksmeester die huis is. O, dis net papa en opa. Ek sal vir hulle gaan sê dat hy hier is. Nee, moenie. Ek sal liever sy rukkie wag. Dis so die mekaar hier. Ag, dit maak nie saak nie. Ga met jou werk. Meneer, ek jou op hou nie. Die wil die eendlaas nog goed geslaap? Ja, dankie, ek seker sy het. Bring jy heel wat tyd saam daardeur? O ja, net wanneer ek kan. As jy skool toe gaan, het jy seker nie baie tyd nie. Ek gaan nie meer skool nie. My pa is bang my oom kom iets oor.
Gee jy dan self vir jou lesse? Hy het beloof, maar hy het toch een terra voor gekry nie. Is niemand anders wat jou kan help nie? Meneer Moff, ek help my partykeer, maar is jou... Hy drink so. Ja. Die solderkamer, is sekere wereld op sy eie, nie? O ja, dit is. Daar is allerhande goed daar. Daar is een ou laaikas vol boeken met baie prentjies waarna ek baie kyk. En een groot horlosie met een mannetje en een vrouwtje wat uitkom. Maar die horlosie loop nie meer nie. Ja nie, tyd het ook gaan staan en daar waar die wille eend leef. Maar die interessantste is die boeken. Hulle is die mooiste, vooral die oor die prentjies. Daar is die een prentjie van die dood met een uurglas en een meisie wat vir my verskrikkelijk is. Maar al die ander prentjies van die kerke en die kastele en die strate en die groot skep op die oopsee is vir my prachtig. Waar kom hulle die mooi goed vandaan? Ou seekaptein wat eers die gebleid het hulle geblong. Hulle het op die vleende Hollander genoem en hy was nie eers een Hollander nie. En eenslag het hy weggegaan en nooit weer teruggekom nie en al die goed het net hier gebleid. Verdien die partij keer as jy nou al hierdie prente kyk van vreemde plekke, jy graag sal wel weggaan om die wereld self te sien. Nee, glad nie. Ek wil die rest van my leven hier bly en vir mama en papa help. En foto's regmaak? Ag nie, nie dit nie. Ek sal graag ook houtseewerke wou doen soos in partij van die boeken. En wat sê jou pa daarvan? Ek dink nie hy hou daarvan nie. Hy wil ek moet hier mandjies vleg en sulke dinge doen, maar ek kan nie die nut daarvan sien nie. Ek ook nie. Papa is reg as hy sê ek kon die nuwe mandjie vir die wille eend gevleg het as ek geleer het om dit te doen. Dit is heeltemal waar. Jy is eintlik die regte persoon om dit te doen. Ja, want sy is my wille eend. Papa en opa versorg vir haar en bou vir haar goed, maar sy is myne. Sy is seker die belangrikste ding daar, hè? Ja, want sy is die regte wille vir. En het is treurig vir haar, want sy het niemand nie. En sy was in die dieptes van die oseaan. Hoekom sê jy die dieptes van die oseaan? Wat anders moet ek dan sê? Ek kon gesê, op die seebodem of soeits. Hoekom sê vir jou snaaks as ek sê die dieptes van die oseaan? Sommat, partij keer as ek dink aan al die goed wat daar is, daar sit vir my vir julle kamer en al die goed wat daar is, die dieptes van die oseaan is. Snaaks, want is toch net een solarkamer. Is jy seker? Dat het een solarkamer is? Ja, is jy baie seker daarvan? Weet Wiek, maak ons die tafel leeg. Ek is jammer, ek is een bykie vroeg. Ja, toe maar, jy moet iewers wees. Jou kamer sal net aan die kant wees. Ek verneem, jy kan ook portrette retoucheer, mevrou Hekdal. Ja. Dis een geluk, ne? Hoeso? Aangezien jy maar fotograaf geword het. Mama kan self op foto's neem. Moes maar leer. Dan beheer jy seker die julle onderneming. Ja, wel, my man het nie altyd self die tyd nie. Het is in geval nie werk vir een man soos jou, maar om foto's van elke Jan Rap in sy maat te neem nie. Jy weet natuurlijk, my man is nie sommer net een gewone fotograaf nie. Wat is dit? Hulle skiet alweer. Skiet hulle? Hulle gaan jag. Jag hulle? In die solder? Jammer! Skiet julle? Oh, is jy al hier? Skiet julle in die solder? Ach, sommer met die ding. Nee, en jou pa nog geen van die mooie dag ongeluk hier met hy geweest. Ek denk ek jou van tevore gesê, mens noem hier die soort vuurwapen, een pistool. Ek kan nie sien wat sy verskil dit maak. Is jy nou ook een jachter geword, Jelle? Schiet so af en toe, haas. Meer van my pa's onthalwe. Moet nie nabij daar die pistool kom nie. Wie kon douw, hy is nog alive. Ja. Nou kan jy die wille eend goed sien. Ja. Ek sien hier van haar vlerke hang evens. Ja, maar as niks anders moet daar verkeerd nie. Dit is merkwaardig, as jy dink dat sy eers geskiet is en toe dier een hond gevang is. En woon op so lang in die dieptes van die oseaan. Ja, die bohaai wat daar moet hy verbrande eend gemaakt word. Kom, Hedwig, kom help my in die kombuis. Ja, mama. Moet liever nie langer daar staan in een pa, kijk jy hou nie daarvan nie. Gina, hou ook jy daarvan dat die haas en die hoenders hier in die atelier inkom het. Ja, natuurlijk. Sy is seker die baas hier, nee? Och, ek laat routine sake in haar hoor, ja. Dan het ek tyd om in die sitkamer en belangrike dinge te dink. Soos wat, bijvoorbeeld? Oh, jy nog nie gehoor hoe allemaal van my uitvinding praat, nie? Uitvinding?
Nee, het jy dan iets uitgevind? Oh, nog nie, maar ek is besig daarmee. Ek het gesweer, die dag toe ek met fotografie begin het, dat ek het sal verhef tot sulke hoogtes, dat het 'n kuns en 'n wetenskap sal word. En dis hoe ek besluit het om my groot uitvinding te werk. En wat is die uitvinding? Ach, my liewe vriend, jy moet nie nou al sulke besonderhekies vra nie. Sulke dinge neem tyd. En jy moet nie dink dat ek het uitleid daaraan werk nie. O, nee. Nee, dit is die groot doel van my lewe. Dink dag en nag daaraan. En wat is die doel? Jy my grijse ou vader vergeet. Eendag sal ek sy selfrespek uit die dood herwin deur die naam Ekdal in ere en waardigheid te herstel. Hy sal sy uniform weer dra. Dit is die enigste beloning wat ek sal vra. Dit is die doel van jou lewe. O ja, ek sal die ou skipbrekeling red. En dit is wat hy geword het. Die dag toe die storm oor hom losgebars het. Wie? Die dag toe hy gevonnis is, het hy daar die eindste pistool waarmee ons hase skiet in sy hand gehad. Wou hy? Ja, hy kon nie. Hy was 'n lafaard. So gebroken was sy gees toe reeds. Kan jy dink, Regus? Hy, een soldaat. Een man wat bere geskiet het. En toe, toe het daar die pistool weer een rol in ons familiegeskiedenis gespeeld. Dag toe hy tronk toe is, toe het Hjalmar Ekdal die pistool teen sy eie hart gedruk. Maar jy het nie geskiet nie. Nee, nee, en daar die oomblik van uiterste beproeving het ek oorwinning oor myself behaal. Ek het die moed gehad om te bly lewe. En wanneer gaan jou uitvinding gereed wees? En besonderheidjies soos datums moet jy my nie vra nie. 'N uitvinding het sy eie reëls. Jy het geen beheer daaroor nie. Dit hang grotendeels van intuïsie af en van inspirasie. En dis onmoontlik om te bepaal vooraf presies wanneer dit gaan plaas. Waar jy vorder daarom. O ja, nee. Ek pens elke dag oor my uitvinding. Elke middag na ete sluit ek my in die sitkamer toe waar ek in vrede aan my uitvinding kan dink. Maar dit help nie om my aan te ja nie. Rilling sê ook so. Jammer, jy het baie van die wille eend in jou. Hoe bedoel jy nou? Jy het afgeduik na die bodem toe en vasgehou in die grassies onder op die seebedding. Stel, jy bedoel die verskrikkelike slag wat my vader getref het vir my ook. Nee, nie so seer dit nie. Ek sê nie, jy is gekwes nie. Maar jy het in 'n giftige moeras beland, jammer. Jy het 'n siekte binne in jou en jy het afgeduik na die bodem om in die duister te gaan sterf. In die duister? Ag, man, het onsin praat. Ja, maar jonger, ek sal jou weer help om op te kom, want ek het ook 'n doel in die lewe. Ek het dit gister ontdek. Maar dit mag so wees, maar laat my asseblief daar uit. Ek verseker jou, afgesien van my swartgalligheid so af en toe, ek is so gesond as enige man kan hoop om te wees. Die feit dat jy so praat is reeds as gevolg van die gif. Hou nou op om sulke onsin te praat oor siektes en gif en goed. Ek is nie nagewoond nie. In my huis praat mense nie met my oor onaangename dinge. Ja, dit sal ek goed glo. Dit pas nie by my. Ek is 'n uitvinder en die broodwinner van 'n gesin. Dit verhef my bo die alledaagse. Ag, dit lyk my die ete is gereed. Kom. Ah, Rilling. Dis net betyd vir ete. Maar Molwek het gedink hy reik haringslaai en toe was ag een keer aan hom nie. Dis meneer Molwek, Regus. Ag, nou. Ag, en jy ken dokter Rilling? Nou, is dit die jonge meneer Werf? Ja, ons twee het al swaarder gekruis dat we op die huide aanleg. Jy is pas ingetrek. Volgend vroeg. Molwek en ek woon op die onderste verdieping. Jy hoef dus nie ver te gaan soep na dokter en priester as jy dit dalk nodig kry nie. Dankie. Dit kan nog gebeur. Ons was gisteraan 13 aan tafel. Ag, moet nou nie weer met sulke onaangenaamhede begin nie. Kom, laat ons drink en eet en vrolik wees. Kriegers. Dankie. Gee aan julle borde asseblief. Moet ons nie liever vir jou pa wag nie? Nee, hy is in sy kamer eet. Dankie. Okay. Molwek was weer afgryslik dronk gisteraan met vrou Ekdal. Alweer? Julle het dan nie gehoor toe ek hom huis toe gebring het nie. Is dit waar, meneer Molwek? Laat ons liever die sluier oor gisteraan se gebeurlikhede laat sak. Sulke dinge emaneer nie uit my beter self nie. Ja, dis asof iets van tyd tot tyd besit van hom neem. Meneer Molwek is 'n demoniak. Demoniak? Ja, Molwek is 'n demoniak en duivelbesetenis kan maar nie reg het paadjie loop. Hulle moet so af en toe die duivel loslaat. Wel, en hoe hou jy dit met daardie vieslike neerdrukkende aanleg daarbo? Tot dusver ek het nog uitgehou.
En het jou bevrediging gekregen van haar die aanspraak waarmee hier rondgelopen het? Wat zijn aanspraken hier gemaakt, Gregers? Ik praat onzin. O ja, het. Die hele wereld volgelopen onder die mensen uitgeweid voor iets wat hij die aanspraak van die ideaal genoemd. Ik was nog jong destijds. Baie jong. En die aanspraak van die ideaal is nooit gestand gedoen terwijl ik daarboven was. Nie. Ook niet later. Nie. Hoop je het intussen genoeg verstand gekregen die aanspraak een beetje tenger te maken? Dat doe ik nooit niet. Nee, als ik te doen het met een man wat werkelijk een man is niet. Dat lijkt mij redelijk genoeg. Gina, kan je nog een beetje boter krijgen? Een hele stukje vark voor mogelijk. Nee, vark niet. Nee. Maar probeer ik al wel uitkom. Dag, heren. Goeiedag. Die jacht was bijzonder goed vandaag. Was het een ijselijke grote geschiet. Een paard om afgeslacht worden gekomen. En gezout ook. Wit haasvlees is lekker. Zoet, smaakt zo suiker. Kijk net hoe groot is die vel. Hè? Nou ja, smakelijk eet, heren, smakelijk. Verschoon mij, ik kan niet. Ik moet onmiddellijk uitgaan. Drink een beetje soda water. Je weet jammer. Je is eigenlijk een baie gelukkige man. Je hebt een doel in je leven, je hebt een goede vrouw en je hebt je kind. Oh, mijn dochter, ja, zij is die belangrijkste. Kom hier zo, mijn kind. Wat ze dag is en morgen. Je papa moet niet af. Oh, dat is een meisje, ze steken mijn hart als ik denk hoe armoedig het gaan wees. Je hebt een klein partijtje hier in het atelier. Het heerlijk wees. Oh, wacht maar net tot je eetvinding klaar is, Edwin. Ah ja, dan zal je alles zien. Ik zal zorgen dat je toekomst veilig is, mijn kind. Dat is die enigste beloning wat ik zal vragen. Is het niet aangenaam om voor een verandering in de familiekring om de tafel te zitten, meneer Gregers? Die dampen wat uit de moeras opslaan was voor mij nog nooit goed. Die dampen? Ik ben er niet meer daarmee beginnen. Kijk, meneer Barle, nou praat je nonsens. Ik maak elke dag die vensters op die plek luchtig. Vensters opmaken helpt niet voor die stank waarvan ik praat niet. Die stank? Schoon mij. Was het niet dat jij met die stank samen jou van die mijne afbrengt? Dat kan ik van jou verwachten. Kijk hier, jong meneer Barle, ik heb de nare suspicie dat je nog steeds met die ogen sensoren weergave van daar. Aanspraak van die ideale jouw zak rondloopt. Ik draad het in mijn hart. Wel, draad het net waar het duivel je wil, maar moet niet hier daarmee lol nee. Niet terwijl ik een huis. En wat als ik het toch doen? Dan poeder ik jouw kop eerst bij die trappen af, nou weet je. Oh, goed, probeer het ook. Het is nou niet nodig, niet, dokter Hilling. Maar ik wil dit voor jou zeggen, meneer Werle. Jij moet niet met mij over stank om praten. Nie. Jij hebt eigen mors in je stoof aangevangen. Ja, maar dat klopt niet, man. Ik is ook wat. Schoon mij maar. Ik dank mijn zin, meneer. Wees alsjeblieft zo vriendelijk, meneer Werle. Ik wil graag met mijn zin praten. Goed, hier is ik. Wat is het? Ik wil graag alleen met jou praten. In jouw kamer. Goed. Die kamer is niet in de toestand. Nou, goed, buiten aan die gang dan. O, jullie gaan hier zo gezels. Kom samen met mijn stelkamer te werken. Nou is ons alleen. Naar aanleiding van een paar aanmerkings wat je gisteren gemaakt hebt en die feit dat je hier bij die Ekdals ingetrek hebt, kan ik niet anders dan om te denken dat jij iets tegen mij beplan. Ik is van plan om Hjalmar se oë oop te maken. Oh, en is dit die doel van jouw leven waarvan je gisteren gepraat hebt? Ja, je hebt mij geen andere keuze gelaten. Nee. Heb je jouw ziek verstand van mij gekregen, Gregers? Het heeft mijn hele leven een ziekte gemaakt. Die geknaag van mijn schuldige geweten heb ik aan u te danken. Oh, dan is dit jouw geweten. Ik moest gepraten die dag toen ik gezien dat die val is gesteld voor oude luitenant Ekdal. Ik moest hem gewaarschuwd. Ik kon geraaid hoe alles zou aflopen. Ja, ja, je moest beslist toegepraat. Maar ik kon niet. Ik was een lafaard. Ik was bang voor u toe en later. Blijkbaar is die vrees nou iets van die verleden. Ja, gelukkig is dat. Maar die leed is oud-luitenant Ekdal reeds aangedoen, door mij en door ander. Dat kan nooit rechtgemaakt worden, nie. Maar ik kan Hjalmar vrijmaken van die leense bedrog waarin hij gesink het. Denk je bewijs om daardoor een guns? Daarvan is ik oortuig. Ik denk dus Ekdal, die fotograaf, zal man genoeg wees om later te bedanken voor jouw vriendelijkheid. O ja, hij is man genoeg. Ons zal zien. Dat zou ook die genezing van mijn knaande geweten wees. Jouw geweten zal nooit genees worden. Het is van jouw kinderdagen al ziek. Je hebt het van je moeder geërfd. Dat is al wat ze je nagelaten. Wel, zullen ze niet helpen dat ik je vrouw om thuis naar mij terug te komen?
Nee. En je komt ook niet in die maatschappij? Nee. Maar aangezien ik van plan is om weer te trouwen, wordt mijn baat is tussen ons verdeeld. Dat wil ik niet, Henny. Jij wil het niet, Henny. Nee, ik durf niet, terwille van mijn geweten. Ga je terug naar die aanleg toe? Nee. Ik beschouw mij als ontslaan uit die dienst. Wat ga je dan doen? Net die doel van mijn leven nastreef, niks meer. Nee. Maar waarvan ga je leven? Ik heb een beetje geld gespaard uit mijn salaris. Hoe lang gaat dit houden? Lang genoeg. Tot ziens dan, Gregers. Tot ziens. Is hij weg? Ja. Wel, dat is een eten, zei Piki. Van trek aan je jas. Ik en jij moeten eind gaan stappen, Jan. Zeker. Is dit voor je pa wel weg? Nou, dat is een paar dingen waar we ons moet praten. Maak gauw. Dan gaan we mijn jas aantrekken. Zeker. Zou je niet met hem samen gaan, jammer? Nee, je moet niet blij waar hij is. Wat is een goede vriend met mij wel gezels? Maar ik zie niet vent als getikt niet, hij is mal. Dat is zo jammer. Je hoeft me niet aan die vriend te luisteren. Zijn ma had ook van tijd tot tijd zo gewoon. Maar dan had hij juist een vriend zoals ik nodig. Verskoon me. Eén, zorg dat die avondeten betijds klaar is. Het is een groot jammer dat die vent het niet lang kan leer van die mijnskachten bij huid al geval nie. Kom, zie je zo. Ik weet wat ik denk. Denk je rarig is, mal? Nee, ongelukkig niet. Is die malle is meest wijs. Maar hij draagt ziekte aan hem rond. Wat me keer om? Hij leidt aan acute inflammatie van die geweten. Is dit een soort ziekte? Ja, dat is een landswijde ziekte. Dat breekt net sporadisch uit. Baie dankie vir eten, mevrou Ekdal. Goeiedag. Papa, ons wag en wag. Jy was lank uit, Jelmer. De kos is al koud. Ik is niet honger, nie. Ik wil niet nu. Voel papa ziek? Nee, ik is moe. Ik en Gregers het ver gelopen. Jij moest het niet gaan doen, het niet. Je is gewoon daar niet. Als beide dingen in die leven waren een man gewoond met rak. Er enige nieuwe bestellings ingekomen, sedert ik uit is? Nee, niks. Van morgen af wil ik beginnen werk. Morgen, maar het papa dan vergeet wat de dag het morgen is. Wel, oormorgen dan. In die toekomst wil ik al die werk zelf doen. Alles zelf. Maar waarom, jammer? Ik kan ons die atelier behartigen, man. Dan is jij vrouw om aan jou uitvinding te werk. En wat van die wille eend, papa, en die hoenders en die hazen? Daar die gemors praat nie. Vanmorgen sit ek nie meer my voet op daar die solder nie. Al die vervloekte wille eend, ek lus en draai haar nek om. Wille eend, papa, maar is my wille eend. Ja, dit is die enigste rede hoekom ek het nie sal doen, nie. Maar diep binnen in my voel ek dit is wat ek behoort te doen. Ek behoort nie iets onder my dak toe te laat, want daar die man se klauwe was. Met jou pa die ding bij Petersen gekregen. Daar is zeker een aanspraak. Hoe zal ik het stel? Eisen van die ideaal. Zeker eisen wat een man niet kan ignoreren zonder om zijn ziel schade aan te doen. Wat wil je in, papa? Wat wil je in? Dat is nou gezegd, ik zal aan niks doen. Om jou ontwil. Toe, gaan stappen. Het is al schimmer genoeg voor jou. Ja, gaan. Ik zie je knip je oren aan elkaar. Al die dampen is slecht voor jou, die lucht is zwaar onder jullie dak. Zoma, papa moet niks aan die wille eend doen terwijl ik weg is nie, papa. Nee, ga nou, meske. Gina? Ja? Van morgen af wil ik zelf die boeken houden. Ik wil zelf boeken houden van al ons geld. Dat is niet waar je werkt, nie. Niet met onze aankomsten, niet. Ik wonder. Dat lijkt mij alsof jij bij je recht krijgt met onze inkomsten. Waarom had ik en ik zo me nodig het? Is het waar?
Het my pa so baie geld kry vir die kopieerwerk wat hy vir ou Werle doen. Wel, hoeveel kry hy? Antwoord my. Soveel is dit vir wat dit vir ons kos om hom te onderhou en dan nog so 'n bietjie vir sakgeld hoef vir ons kos. Maar jy het my nog nooit van die vorige gesê nie. Kon nie. Kon sien jy dink jy is die een wat vir hom sorg. Terwyl dit in werklikheid meneer Werle is. Werle het baie geld. Dis nie ek wat die kopieerwerk vir jou pa gekry het nie. Dit was Bert. Hoekom bewe jy so? Praat reg uit, Jammer. Wat het die man van my gesê? Is dit waar? Kan dit waar wees? Dat er iets tussen jou en oom meneer Werle was die tyd toe jy by hulle gewerk het? Nee, dit is nie waar nie. Daar was niks nie. Nie toe nie. Werle was agter my aan, dis waar genoeg. En sy vrou het op Waira oor opgeskop en daarom is ek weg. En mama? Ek is huis toe. Beter dat jy dit weet. Hy het nie opgehou voordat hy sy sin gekry het nie. En dit is die moeder van my kind. Hoe kon jy so iets vir my wegsteek? Dit was verkeerd. Ek was jou lank al gesê. Jy moes my aan die begin gesê het dat ek geweet wat 'n soort vrou jy is. Sou jy dan met my getrou het? Hoe kan jy so iets droom? Dis ek kom met jou nie toe kom vertel nie, want ek was lief vir jou. Dit het jy geweet. Dit is my Hedwig se moeder. Want ek dink alles wat ek voor my oë sien, alles. My hele huis. Alles te danke aan my voorganger na hier verleier Werle. Is jy spyt oor al die jare wat ons saam is? Is jy nie elke dag spyt oor die spinnerak van bedrog wat jy my gespin het nie? Ek het nie meer daaraan gedink nie. My huis gehad en my kind en vir jou en ons was gelukkig saam. In 'n moeras van bedrog, ja. Ons hy hatlike man in hierdie huis kom indring. Ek het ook gedink dat ons gelukkig was, maar dit was alles selfbedrog. God, waar sal ek die nodige inspirasie vandaan haal om my uitvindinge werklikheid te maak? Het sy saam met my graf gaan en dit sal jou verlede wees wat dit doodgemaak het. Ja, maar luister asseblief vir my. Ons lewe saam. Ek vir jou net die beste gegee wat ek kon. Waar is die droom van die uitvinding nou? Want dit was my droom dat jy sou agterbly as die welgestelde weduwee van die gestorwe uitvinder. Maak dit saak. Dit is alles verby. Alles verby. Mag ek inkom? Het jy dan nog nie met haar gepraat nie? Ja, ek het. Jy het? Die bitterste uur van my lewe beleef. Maar ook die verheffingste. Mag die Here jou vergewe, meneer Werle. Verstaan dit nie. Wat kan jy nie verstaan nie? Ja, dit mos nou 'n lewensbelangrike verstandhouding bereik. 'n Verstandhouding wat die basis moet vorm van 'n hele nuwe lewe. 'n Lewe van openhartigheid sonder enige bedrog. Ek begryp dit alles. Ek was so seker dat ek nou al deur 'n heerlike lig bestraal sou word. Maar wat ek sien is hierdie treurige, newelige... Wat het jy verwag? U wil my nie begryp nie, mevrou Ekdal. Wat van jou, Jammer? Daar is niks in die lewe wat gelyk kan staan aan die vergifnis van 'n sondaar. Om iemand te vergewe en haar deur jou liefde weer op te rig sodat sy weer aan jou sy kan staan. Dink jy 'n mens herstel so maklik van die bitter kelk wat ek sopas moes drink? Miskien nie 'n gewone man nie, maar 'n man soos jy. Ek weet nie, jy moet nie dryf nie, ek het tyd nodig. Daar's baie van die wille eend aan jou, Jammer. Al weer in die gat van die wille eend. Dit lyk nie of jy jou goed sal pak en huis toe gaan voordat jy hierdie twee mense gereuneer het nie, Gregus Werle. Hierdie twee mense sal nie gereuneer word nie, dokter Rilling. Ons ken vir Jammer. Selfs sy moet in haar diepste wese 'n greintjie opregtheid en vertroue hê. En kon jy my gelos het soos ek was? Mag ek vra presies wat jy in hierdie huis soek, meneer Werle? Ek wil die fondament van 'n ware huwelik lê. Jy dink dus die Ekdal se huwelik is nie goed genoeg nie. Maar dit is ongelukkig waarskynlik net so goed soos enige ander huwelik. Maar dit was nog nooit 'n ware huwelik nie, nie sover nie. Ek was nog nooit getroud nie, dus kan ek seker nie oordeel nie. Maar ek weet een ding en dit is dat die kind ook deel van die huwelik is. En jy moet aan die kind dink. Hedwig, my arme klein Hedwig. Ja, dink aan die kind. Julle is groot mense. Julle is vry om gemos vir julle eie sake te maak, as dit is wat julle wil doen. Maar ek sê julle wees versigtig met Hedwig, anders sê die een wat julle gaan seermaak. Solank die kind vir my het, solank ek lewe. Stil. Sien maar by die voorlê.
Binnen. Goeienaand. Bertha. Gina. Ik hoop niet, mijn bezoek is ongeleen. Nie. Om je waarheid te zeggen, ik hoop die man zal niet die tijd van die dag bij die huis wees. Eindelijk heb ik weet gekomen om jou tot ziens te zeggen, Gina. Maar ga je dan weg? Ja, morgen vroeg op hij daar toe. Meneer Werle is vanmiddag al weg. Hij heeft me gevraagd om veel groeten te zeggen, meneer Gregers. Misschien moet ik verduidelijk. Mijn vader en mevrouw Serby gaan trouw. Trouw? Maar dan gaan hij werkelijk. Eindelijk. Dat kan niet waar wees. Ga niet weer trouw? Ja, meneer Werle het een speciale licentie gekregen. Ons gaan sommer stil daar boven die aanleg terug. Nou, dan moet ik jullie geluk wens. Soos een goede stiefzoon. Dankie. Als je dit bedoelt. Ik hoop werkelijk ons gaan albei gelukkig wees. Sal zeker. Meneer Werle wordt nooit dronk nie. En ik denk niet, hij slaat zijn vrouwens, soos die collega paradokter. Laat Sylvie met rust in zijn graf, alsjeblieft. Hij heeft tenminste niet die beste wat daar in hom was naar die hoenders laat gaan. Een man wat te doen met die gevolgen daar. Vanavond ga ik uit samen met Monnik. Moet dit niet doen, meneer Helling. Moet dit doen, om mij op te roepen. Daar is niks anders om te doen. Je kan samenkomen als je wil, Jelmer. Nee, dankie. Jelmer, ga niet naar die soort plekken waarin jij gaat. Blijf toch stil! Tot ziens, mevrouw Werle. Het lijkt mij, u en dokter Helling ken mekaar baie goed, mevrouw Serby. Ja, ons ken mekaar al jaren. Op een tijd het dit zelfs gelijk alsof daar iets te van gaan kom. Is jy nie bang, my vader kom hiervan te hoor nie? Jy kan seker wees, ek het hom reeds lank al self nie wil vertel. Dit was die eerste ding wat ek gedoen het toe hy laat blyk dat hy met my wil trou. Dan is hy openhartiger as die meeste mense. Hy het ook nie vir my iets oor sy verlede weggesteek. Ons is heeltemal openhartig teenoor mekaar en ek sal hom nooit verlaat nie. Hy het lank genoeg geluister na preke oor sy vroeëre sondes. Lijkt alsof ik in die boter geval het, maar ik zal voor hem zorgen bij hem staan. Vooral nu dat hij binnenkort hulpeloos gaan wees. Hulpeloos? Ja, hij wordt blind. Blind? Dus s'nachts wordt hij ook blind? Dat kan met enig een gebeuren. Ja, jy kan je voorstellen wat het voor zakenman zou betekenen. Wel, ik zal zijn oor wees. Maar nu kan ik niet langer blij nie. Ik moet gaan. Daar is nog één ding wat ik moet zien, meneer Ekda. Meneer Werle het gesê, is daar enige iets is wat hy vir jou kan doen, moet jy dit net vir Groberg sê. Dit is een aanbod wat Jelmer ek wel sekerlik sal verwerp. Bertha, ek dink nie daar is enige iets wat Jelmer verre van meneer Werle nodig het. Dra asseblief my vriendelike groete aan uw toekomstige eggenoot oor en sê hom, ek is van plan om binnenkort sy boekhouer Groberg te besoek. Oh, maar jy kan om sy boekhouer Groberg te besoek en om te vraag vir een staat van die bedrag wat ek sy werkgever skuld. Ek is van plan om alles terug te betaal, met 5% rente. Maar ons het nie die geld daarvoor. Sê asseblief vir u toekomstige eggenoot, ek werk onverpoost aan my uitvinding. Ek werk daaraan, zodat my kan onthef van die last van een pijnlijke skuld. Alles wat ek daarmee sal verdien, sal ek gebruik om u toekomstige eggenoot alles te betaal wat ek om skuld. Beslis iets in hierdie huis gebeur. O ja, daar het. Tot ziens dan. Het zijn een paar dingen waarover ik met jou wil praten, Gina, maar dat is met wachten tot later. Wie verder is ik hier in, Gina? Wel, ik denk mijn gedrag was correct. Jij is die man wat ik gedanket is. Onder zekere omstandigheden durven mensen die eisen van die ideaal niet ignoreren. Nie. Uiteindelijk. Is die mens en my vry. My lieve Jelmer, is het nou nie een goeie ding dat ek gekom het nie? Ja. Daar is net een ding
wat mijn gevoel voor rechtvaardigheid zeer maakt. En dat is? Het blaam is dat het niet ik is, nie, maar jouw vader wat die ware huwelijk gaan nemen. Hoe kan je zoiets zeggen? Dat is waar, want hij en mevrouw Serby zijn huwelijk gaan beginnen met absolute eerlijkheid. Het grondwoord op absolute vertrouwen. Hulle steek niks van elkaar weg, nie, hulle het vooraf ooreengekomen, as ek het zo mag stellen, elkaar zijn zones te vergeven. Ja, wat daarvan? Je hebt zelf gezegd, dat is al wat nodig is om die fundament van een ware huwelijk te leven. Het lijkt mij, daar is geen rechtvaardigheid op jullie aarde. Jammer. Alsjeblieft, niet zulke dingen zien niet. Aan de andere kant, ik moet erkennen, ik zie die hand van die noodlot. Hij wordt blind. En het is niet helemaal onrechtvaardig, nie, want hij heeft op zijn dag een arme, vertrouwende medemens verblind. En jelle paar medemens. Nu komt die onafwendbare noodlot en eis sy eie oor. Kan jelle zulke verschrikkelijke dingen sê? My bang. Mama, papa, kijk net wat het mevrou Serby vir my gebring vanmôre. Die reis kom seker later. So, daar staan juffrou Ekdal. Kijk net, papa. Juffrou Hedwig Ekdal. Dat is oom meneer Werle's handskrif. Hedwig. Geen jongen, als ik het opmaak in het lees. Natuurlijk niet, papa. En niet vanavond niet. Het is vanmorgen, jou, mag. Laat hij maar, mama. Wel? Wat zei die brief? De papa zei voor ons. Lees het zelf. Het is een certificaat van een geschenk dat je krijgt. Ik krijg het. Oeh. Nou, hier die brief. Is ook al bij die geld krijgt. Gina, weet jij wat aangaan? Ik weet niks van nie. Wat zei dit? Er is een brief van oom meneer Werle om te zeggen dat Hedwig zijn opa om niet meer hoeft te bekommeren over kopieerwerk nie. Maar dat in de toekomst elke maand tot aan zijn dood 100 kronen bij de kantoor kan gaan trekken. 100 kronen, mama, ik kan het zelf. Daarna krijg Hedwig die geld. Ik alles. Daar is het certificaat. Verzeker jou van hetzelfde bedrag voor de rest van jouw leven. Hoor je dit, Gina? Ja, ik hoor. Papa, al haar geld. Is papa niet blij niet? Blij. Hoe gaan mijn oor niet op niet? Hedwig is die een waarvoor daar zo gezorgd hoort. Ja, maar dat is Hedwig zijn verjaardag. Ik zou alles, papa, maar mag je alles? Jammer, dat is een lokval. Denk je zo? Ja, vanochtend had hij gezegd, jammer, ik dan is niet iemand wat jij denkt is niet. Met die bedoeling dat ik omgekopt kan worden. Wat gaat aan, mama? Trek uit je jas in mijn kind. Nou zal ons zien wie recht is, ik of hij. Dat is mijn antwoord. Dat is wat ik verwacht heb. En nou geen verdere bedrog, nie, Gina. Waarom heeft oom meneer Werle dit voor jou en voor mij mondelijk gemaakt om te trouwen? Ik weet niet wat je bedoelt, mee. Ik wil weten of jouw dochter hier recht onder mijn dak te wonen. Durf je het voor mijn vrouw? Antwoord mij eens, Hedwig, mijn kind. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kan ik dit weten? Soort vrouw wat ik is. Er is niks meer van mij hier juist. Denk wat jij doet, jammer. Er is niks meer hier om wat je denkt. Nee, maar is niet. Nou is die tijd dat jullie samen moet wees. Ik kan nooit, niet nooit. Jammer. Waar is mijn hoed? Waar is het om mij in enige storm? Kregen ze het niet, ik kan niet. Papa, papa, zie papa. Moenie, hou mij raak, je gaat weg. Papa. Ik kan niet verduren, maar ik kijk niet. Papa. Moenie, van mij weg, ga ik niet. Ik kan niet. Ik kan niet. Dat ik dit alles met die beste bedoelings gedoen heb. Ik geloof dit af. Mag God jou nog eens vergeven. Ik dacht dat het gaat zo zijn, papa. Wat was het ik gedacht? Doe nou maar, ik wil ophouden. Luister. Luister naar mij. Papa is niet weg, niet. Ik is zeker hij is niet bij dokter. Ik zal hem gaan zoeken en hem terugbrengen. Nee. Nou moet hij juist alleen wees om die strijd te strijden. Dat kan hij later doen. Nou is mijn kind op bedaren. O,
my sê wat aangaan. Kom op, papa my weer sien. Dit moet jy nie vra voor jy is groot is nie. Ek weet wat het is. Misschien is ek nie my pa's een kind. Hoe is dit moontlik? Misschien het mama my ergens gekry. Misschien het papa dit nou eers uitgevind. Ek het al daarvan gelees. Ek kan hy moes net so lief wees vir my. Amper mee. Net soos die wille een wat ons besend gekry het. Die wille een. Dit laat my dink. Hedwig. Kom ons gesels, die wille een. Jy sal nie. Hy het gesê hy sal. Het hy gesê hy sal nog nie vir my ontwil. Sê nou. Sê nou jy besluit om die wille eend op te offer vir sy ontwil. Sê nou jy gee as offerande vir hom die kostbaarste ding wat jy het. Ek hier het sal help. Jy kan het probeer. Ek sal probeer. Is jy sterk genoeg om dit te doen? Ek sal vir opa vra om my wille eend vir my te skiet. Jy moet nie dat jou moeder hiervan hoor. Kom nie. Sy verstaan ons nie. Als ik opstaan. Oh, wat is mijn ogen gekryk? Nee. Hij was bij dokter Rilling. Hulle is saam uit. Is hy zeker? Ja, Molvik is ook saam. Dat wanneer sy geest in alle koste alleen moet weg. Zal nooit weer terugkom, nie. Hy sal weer terugkom. Ek sal morgen met hom gaan praat. En dan sy terugkom. Jy kan maar rustig gaan slaap, Hedwig. Goeienacht. Mama. Kus. Doe nou maar. Papa sal terugkom, ek beloof jou. Rilling was reg. Dis wat gebeur as hierdie gekke hier aankom met hulle aanspraak van die ideaal. Is Hjalmar hier? Nee, hy het uitgegaan. Wat? So vroeg. Die ijsige sneeuwstorm. Kom, help my met die deur. En sy hoor dat papa beweggaan van ons af. Papa moet nie daarvan hoor nie. Maar goed, hy was die gister hier nie. Dokter Rilling. Is my man in jou kamer? Ja, hy is daar. Wat sê? Hy sê niks. Hy glad nie gepraat nie. Nee, woord nie. Dan wat doen hy dan? Hy lê een snok. Misschien is het maar beter dat papa slaap, mama. Ja, ek dink ook so. Dankie, dokter. Kom, my kind. Ons kruis lang die huis aan die kant. Kan jy die geestelike opheffing verduidelik wat in Hjalmar Ekdal plaasgevind het? Daar het niks van die aard in hom plaasgevind nie. Wil jy vir my sê, een persoonlikheid soos Hjalmar? Persoonlikheid? As hy ooit iets so abnormaals as een persoonlikheid gehad het, dan was het sy kinderjare al in die kiem gesmoor. Ons liewe, dierbare Hjalmar is... Ooral aangesien is die groot lig van die toekoms.
Mooi was aantrekkelijk en hij die gave gehad om met zijn mooie stem andere mensen zijn verse en andere mensen zijn ideeën uit te bassuin. Is dat Hjalmar Ekdal van wie jij zo praat? Ja, met jouw permissie. Want dat is wat hij is als je hem van nader beschouwt. Hier die afgod voor wie je in die stof kruipt. Ik geloof niet, ik was helemaal blind. Baie amper, want jij zelf is ziek, man. Jouw inflammatie van die geweten, jouw ziek helden vereer jij. Je moet altijd iets hebben te bewonderen wat niks met jou te doen het niet. En je misleidt jezelf gedurig. Hier zie je weer bij je deur, maar daar die aanspraak van die ideaal. En die mensen in die huis, spankrot. Was dit alles wat jij van Hjalmar Ekdal denk? Hoe kan je dat dan dag voor dag samen met hem? Maar het tot mijn schaamte herkennen, ik is een soort geneesheer. En ik moet aandacht geven aan die miserabele ziekes wat op mij blijft. Voor zo. Is Hjalmar Ekdal dan ook ziek? Feitelijk allemaal is ziek. En wat is die behandeling wat jij voor Hjalmar Ekdal voorschrijft? Die gewone. Ik probeer om die leun wat hem aan die leven houdt te bewaren. Die leun? Ja, die reddende leun. Want het is een leun wat het fundament van die leven is. En mag ik vragen, wat is Hjalmar zijn leun? Oké. Maar ik verraai niet geheimen zoals Darian Kwakzalders niet. Maar ik kan mijn methode vertrouwen dat het op Molbeck ook toegepast. Ik het hem tot demoniak verklaard, dat was zijn genezing. Was dit een stukje onzin wat ik uitgedunkt heb om mijn leven te houden? Als ik het niet gedoen had, niet die arme schepsel jaren geleden al te gronden gegaan onder zelfverachting en schuldgevoelens. Die luitenant ook, maar hij heeft zijn eigen genezing ontdekt. Wat voor luitenant ik dan? Wat denk je daarvan? Een beerjachter wat in een donker zolderkamer hazen schiet. Daar is niet een gelukkiger jachter als daar, jongen. Die zolder is voor hem niet zelf als die groot woude van Huidal. Arme luitenant Ekdal. Hij moest vroeg in zijn leven al die idealen van zijn jeugd laten varen. Terwijl ik daaraan denk, jonge meneer Werle, moet je daar die exotische woord idealen gebruiken. Ons het een baie goeie eie woord wat ons makkelijk kan verstaan. Leuns. Denk jij, leuns en idealen is verwant? Ja, zoals tyfus en tyfuskoors. Dr. Rilling, ik zal niet rust voor ik Hjalmar Ekdal uit jouw klauwen uitgered heb. Dit zal zijn ondergang betekenen. Verwijder die leun waarop een man zijn leven gebaseerd is. En je vernietigt zijn geluk. Wel, klein wilde je het moederkie. Ik ga nu terug naar mijn kamer toe om te zien of je pa nog leent. Dan kan zijn wonderlijke uitvinding. Ik kan zien dat is nog niet gedoen, nie, Edwink. Wat? Wil je het? Heb je niet die moed gehad? Dat is niet dit, nie, maar... Toen ik vanochtend wakker word en ik denk waar ons gepraat het... Toen lijkt het me alles zo belachelijk. Jy sou nie in hierdie huis groot geworden zonder dat iets in jou beskadig is, nie. Ek gee nie daar waarom, nie. As papa maar net wil terugkom. Als jouw oor werkelijk opgegaan het voor dit wat die leven die moeite waard maakt. Als jij die vreugdevolle dapper geest van opoffering gaat, dan zou je hem nog zien terugkomen. Ik geloof in jou, Hedwig. Ik geloof nog in jou. Weer is te slecht. Zo donker daarboven, je kan je hand voor je oor niet zien. Ik voel op een noodles om iets anders als assen te schieten. Nou, waarom die assen? Het voor die wille eend. Oh, ik zie. Jij is bang, ik schiet jou wille eend. Nog nooit. Ik beloof voor jou, nog nooit. Ik kan niet op een niet, want... Het is zeker moeilijk om wille eend te schieten, op. Oh, wat is nou zo moeilijk daaraan, hè? Hoe zal opa dit doen? Ik bedoel niet mijn wille eend, niet mijn ander wille eend. Wel, ik zal hem in zijn borst schieten. Dat is die beste plek. Dan moet je ook onthouden, je moet 10 die lijf van die veren schieten. Niet samen die veren. Ja,
Ja, als je goed schiet, dan gaan alle dood. Ja, ik moet mij gaan schoonmaken. Maak je dat tussen jou pa se goed, Epie? Ek was net bezig om skoon te maak, mama. Papa! Papa! Kom maar! Wat is nou weg, sê? Papa! Mama! Mama! Ben ek, papa! Epie! Papa! Gaan sit kamer toe en wacht daar. Jy het toch besluit om terug te kom, Jelmer? Nee, met mijn boeken kom aan. Wat zijn boeken? Wetenschappelijke boeken. Dat ik nodig had voor mijn uitvinding. Dus is jij vast besloten om weg te gaan? Zo is goed, denk. Hoe kan ik hierbij als mijn hart elke ogenblik van de dag verskeur wordt? Heere, jou vergeven voor wat je van mij denkt. Met een verleden zoals jouwe. Maar zekere aanspraken. Ik wil dan per se aanspraken van ideaal. Wat van jouw pa? Wat gaan we nou omwoord? Ik ken mijn plug. Hij gaat samen met mij. Ik zal morgen door toe gaan in de nodige voorbereiding schrijf. En geef jou kos al. Pas mij hier in die koue gevat het niet. Jezus, skurkrelling. Uitvaagsel, dis wat jy is. Zonder enige skaamte. Wens iemand wil jou vermoor. Lekker warm koffie en vars brood en botter en soutvleis. Soutvleis, nooit weer onder hierdie dak nie. Terwijl die afgelopen 24 uur geen vaste kos oor my lippe gehad nie, maar dit maak die saak nie. Laat my aantekeninge, die eerste deel van my verhandeling. Daar is die weer. Sê vars ek moet uitkom, ek moet my papieren daar kry. Laaste paar minuten wat ek in my gewese huis deurbring, wil ek nie aanraken kom met dinge wat my nie aangaan nie. Gaan op buis toe wacht. Gaan naar die zolderkamer toe. Ja, maar moet niet in die laaie rondklap nie. Ek weet waar alles is. Maar, kom, kom, nou alles met jou saamsleep. Hoekom vat jy nie net vir eers 'n hemp en 'n broek nie? Kom ons die res later kom haal. Moet drink jou koffie, het word koud. Waar gaan jy 'n solderkamer kry wat groot genoeg is vir die hase? Moet ek die hase ook met my saamsleep? Tuurlik, jou pa gaan nie sonder hulle kan klaarkom nie. Maar hy sal my net aan gewoond moet raak. Daar's baie dinge in die lewe wat 'n man aan gewoond moet raak. Ek moet ook sonder hulle klaarkom. Gee my my pistool. Dit ook met jou saam? Ja, my geleide pistool. Pa het zeker op die zolderkamer vieren. Als hij was dus die kamer vieren, nie? Dan kon je nou zo lang daar gebleven. Blijf onder diezelfde dak als nooit. Of zo'n rilling in Molvik. Moet niet daar die twee skurkes en namen voor mij noemen, nie. Dan loop ik liever in die sneeuw en bedel van huis tot huis om schuiling van mij en mijn vader. Pa, nou soek je. Is er genoeg boter voor die brood, nie? Is weer nog gaan al. Maak je zaak, nie. Kan droe brood eet. Lekker vast, boter. Skink vir jou nog 'n kopie koffie. As ek 'n dag of twee in die sitkamer bly, kan ek daarop staat maak dat niemand my sal stuur nie. Tuurlik, as jy maar nie wil, jou maar. Want ek kan nie sien hoe ek al my pa se goed so gauw hier gaan wegkry. Ja, nog vir hom sê ook dat jylle nie meer hier gaan bly nie. Ja, dit ook nog. Het sal tyd neem. Ek kan nie alles in een dag doen nie. Nee, die weer is juist so sleg vandag. Ek sien, hoe werd is die brief, Reynold, daar? Ek nie daar geraak nie. Niks om my te doen nie. Hoort in die eerste plek in my pa en het is sy saak of het gaan gebruik of nie. Maar, het kan wegraak, so nie trekker, Reynold. Ja, jy is reg. Voel toch, arme opa. Wel, net om in die veilige kant te wees. En jy vir my gom om het in mekaar te las. En ek was. Ek was in die gompot. Nou, as
sou nooit daarin dink om my hande iemand anders se eiendom te leen. Val nie op die eiendom van 'n hopelose arme man nie. Okay. Op die ander persoon se nie. Hierdie stukkie. Zo. Nou ja. Maar een rukje leen, zodat het kan droog worden. En bear het dan. Ik wil haar die stuk papier nooit weer voor mijn oor zien. Nooit meer. Jalmar, is je dan thuis? Ja. Ik zie je klaar ontbijt geëet. Die lichaam moet ook zijn eisen. Wat heb je dan besluit? Een man zoals ik ben ik in uitweg. Ik is bezig om mijn belangrijkste bezittings bij elkaar te maken. Moet ik die zitkamer voor jou gereed maken of moet ik jouw tassen voor jou inpakken? Pak. En krijg die kamer recht. Goed. Tassen ook veel. Dink jy dis regtig nodig dat jy die huis moet verlaat? Wel, wat verwag jy van my? Ek is vir ongelukkigheid bestem nie, Gregers. Kan jy nie probeer nie? Dit lyk vir my jy het nou die regte fondament om op te bou. Begin van nou af. En onthou, jy het jou uitvinding om voor te lewe. Moenie met my oor die uitvinding praat nie. Dit lê dalk nog ver in die toekoms. Ander mense het al klaar byna alles uitgevind wat uitgevind kan word. Word elke dag moeiliker. Jy het so lank al dan gewerk. Is daar die relling met my daarin ingekol het? Dus hy het my laat glo dat ek in staat is om iets wonderliks uit te vind. En ek was gelukkig met die gedachte. Nie so seer om die uitvinding self nie, maar omdat Hedwig daarin geglo het. As ek dink aan die liefde wat ek vir daardie kind gehad het, maar ek was gek. Ek het geglo dat sy my ook net so lief gehad het. En jy hoef my sê dat was nie so nie. Ek weet nie. Ek het hierdie verskriklike twyfel. Dalk het Hedwig my nog nooit lief gehad nie. Wel, miskien kry jy nog 'n bewys van die liefde van haar. Wat is dit? Ja, sy wil nie eintlik kwak. Die pa is op die solderkamer. Ja, maar ek sê vir jou, jy gaan nog die bewys skryf van die liefde van jou arme verontregte Hedwig. Wat sy bewys kan sê my aanbied, hoe kan ek haar ooit vertrou? Hedwig weet nie wat bedrog beteken. Hoe moet ek dit weet? Wie sê Gina hierdie mevrou Surby het nie vooraf gekonkel nie? En dat Hedwig dit gehoor het? En toe reeds vooraf van ou meneer Werle se brief geweet het nie? Nou my Johan. Hoe my oor het oopgegaan. Wag maar, jy sal sien, hierdie sertifikaat van meneer Werle se geskenk is maar net die begin. En nou kan sê met die kind maak net wat hulle wil. Hulle kan haar van my af wegvat net wanneer hulle wil. Ek sal nooit van jou af. Ek gaan nie nooit nie. Ek daar so lief gehad. Ek sou so gelukkig gewees om haar net in die hand te vat en te lei soos 'n mens 'n kind lei, maar nou weet ek. Sy was net slim genoeg om op goeie voet met my te bly tot die regte oomblik aangebreek het. Ja, maar jy glo dit self nie. Dit is wat so verskriklik is. Ek weet nie wat om te glo nie. Maar kan jy twyfel dat dit so met Jesus soos ek sê? O, jy maak te veel staat op die aanspraak van ideaal, my liewe vriend. Sê nou maar die ander kom met volle hande na. En hulle sê vir haar, kom weg van hom af. Jou lewe lê voor saam met ons. Wel, wat dan? As ek vir haar so sê, Hedwig, is jy bereid om jou lewe vir my op te offer? Jalmar! Maar nee, sy is haar skieter alweer. Jy beter gaan kyk, Jalmar. Jou pa voet er alleen aan die solderkamer rond. Jy wacht 'n bietjie. Weet julle wat dit is? Ja, natuurlijk. Nee, jy weet nie. Maar ek weet. Dit was die bewys. Wat 'n bewys? Dit was 'n kind se offerande. Sy het jou pa omgepraat om die wille een te skiet. Sy wou die kosbaarste ding wat sy het vir jou opoffer. Sy het gedink dit sal maak dat jy haar weer lief kry, Jalmar. O, my liewe, liewe kind. Dinge waaraan sy dan nie dink nie. Sy wil net hê jy moet haar weer lief hê, Jalmar. Sy het gevoel sy kan nie sonder jou liefde lewe nie. Sien jy nou, Jalmar? Waar is sy, Gina? Arme kind, sy sit seker in die kombuis. Hedwig, kom hier na my toe. Kom hier na pap. Sy is nie mens, sy moet seker uitgegaan het. Jy het haar nêrens in die huis gehad het. Ach, sy moet liever net gou weer terugkom, so dat jy vaak kan sê. Of, Gregers, nou sal alles regkom en nou glo ek, ons kan werklik 'n nuwe begin maak. Ek het dit geweet, ek het geweet, ons sal regkom deur die kind. Jalmar. Help my bietjie om my sabel vas te maak. Ek weet nie wat dit met die gespe is nie. Pa en pa se kamer? Ja. Pa het toch nie pa se eie kamer geskiet nie? Ek? Wat sal ek nou in my eie kamer geskiet? Het nie die skoot in die solderkamer geskiet nie? Ek, die skoot geskiet. Sy die wille jy onself geskiet. Sien jy dit? Wat gaan aan? Hedwig! 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 Nee! Nee! Op de redding! Kom maar aan!
kom is afgegaan het. Sit jouself. Miskien roep hulp. Help! Helen! Help! Helen! Ja, die wildse wraak is ziek. Sy kom by. Sy kom by. Wat sal miskien? Sy kom by. Wat is hier aan die gang? Help! Ek weet. Dit kan nie gevaarlik wees nie. Rillings, sy bloei nie eens nie. Dit kan nie gevaarlik wees nie. Hoe dit gebeur? Ek kan nie dink nie. Sy wou die wilde eend geskiet het. Die wilde eend pistool is afgegaan het. Ja. Die wildse wraak is seker. Maar ek is nie bang. Kool is by haar bosse. Maar sy kom by. Kan jy nie sien sy lewe nie meer nie? Die diepes van Lucia. Nee, sy moet nie. Net vir een oomblik, net lang genoeg, dat ek waar kan sê, al ek spreek, ek lief ek haar die hele tyd gehad het. Kool is deur haar. Sy is op slag dood. Ek het al van my help weggekruip, soos een dier. Sy het in die zonnekamer ingekruip. Ek is sterf te willen van haar liefde van my. Nou sal ek het nooit kan regmaak. Nooit waar kan sê, o vader in die hemel. Ook al weet jy dat ek gedoen. O, Jalmar, is dat? Ons het nie verdien om haar te hou nie. Die kind is nie dood nie, sy slaap. Moet nie ons in praat nie. Sy lees so stil. Sy hou die stoel so stief as ek kan het net haar vingers kry. Ons, staan. Sy sal het samen daar neem. Ja, sy gaan nou nie los. Allemaal om te zien. Dagmar. Ga nou op. Breng haar naar haar eigen kamer toe. Gina, kun je het verdienen? Ja, maar. Hoe ze elkaar helpen. Nou, zo'n aandeel en al, lijk is het niet. Stof tot stof. Stof, blijf toch stil. Die mat sy my oortuig dat het een ongeluk was nie. Wie kan sê hoe hierdie verskrikkelijke ding gebeur het nie? Kruid het haar rok geskloeis en mis die pistool teen haar bos gehou het as hy die sneller getrek het. Het Wieke nie vergeefs gesterf nie. Het jy nie gesien hoe sy verdriet die edelste wat daar in hom is na voren toe gebring het? Meeste mense is edel in die aangesig van die dood. Hoe lang dink jy sal hierdie edelheid in hom bly bestaan? Ek is seker het sal bly voortbestaan en vermeerder die rest van sy lewe. Voor die jaar uit is, sal ons klein Hedwig vir hom niks meer wees as stekende onderwerp om welsprekend oor te raak nie. Durf jy dit van jou maar ek dan sê? Daaroor sal ons praat as die eerste gras oor haar graf begin groei. Dan sal jy hoor hoe verheug hy om in mooie woorde oor die kind wat ontydig van haar vader se hart weggeskeur is met die nodige sentimentaliteit en selfbejammering. As jy reg is, en ek is verkeerd, dan is die lewe nie die moeite werd nie. Oh, die lewe sou draaglik genoeg gewees het. As ons net ontslae kon raak van hierdie stommerikke wat na ons arme mense se deure te kom, met hulle aansprake van die ideaal. In daardie geval is ek bly dat my lotsbestemming is wat het is. Mag ek vra? Is jou lotsbestemming om die 13de aan tafel te wees?